Het ministerie van Openbare Werken is begonnen met het maaien van bermen en egaliseren van zandwegen in het inheemse dorp Powaka. Minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken gaf gisteren daartoe het startsein. Dorpskapitein Sergio Sabayo wees erop dat het dorp niet alleen hulp nodig heeft met de binnenwegen, maar ook deskundigheid zoekt voor een goede afwateringssysteem. De kapitein hoopt dat ook lokale ondernemers ingezet kunnen worden voor onderhoud in het dorp. Zodat we onze bermen, onze binnenwegen regelmatig onderhouden kunnen worden. En uiteindelijk hebben we ook extra drempels. Je ziet voor de winkels hier, heb je een wegstrekking, daar er veel hard wordt gereden, zodat we extra drempel bij krijgen. En uiteindelijk kijken we ook uit naar een graafmachine die we kunnen inzetten voor onze landbouw, zodat we dat kunnen openstoten, zodat we richting groot, klein tot groot landbouw kunnen doen. Wij hopen dat ons geloof niet zal schaden, maar onze liefde zal vasthouden door uw hulp aan te bieden. Minister Noor Mohamed legde hierop een link met de werkwijze van het departement dat op aanvraag van de gemeenschap bepaalde werken uitvoert, zoals het verzoek werd gedaan door de gemeenschap van Powaka. Volgens de bewindsman had hij eerder al bepaalde werken willen uitvoeren, echter kon dat door bezuiniging niet. Nu is het materieel er wel om het werk te kunnen doen, doordat het departement investeringen heeft kunnen plegen. En vandaag, kapitein en Basha, hebben wij nieuwe graders gekocht. Anders zouden we niet hier zijn. We hebben nieuwe graders gekocht. Met bezuiniging, toch, hebben we nieuwe graders gekocht. Ik zag zo net, dit is een van die nieuwe die we als eerste hadden gekocht. Toch? Er zijn nog twee brandnieuwe gekocht dit jaar. En binnenkort komen er nog meer. Maaiers, nul maaiers op hoofdkantoor. Vandaag hebben we twee grote maaiers, los van de districten. En er gaan nog meer komen. Dus wat ik wil zeggen, we gaan de dienstverlening uitbreiden. En we hebben ook in elk district, kapitein, een hoofd benoemd. Voor para is het meneer Sadi. Voor Kommerwijnen bijvoorbeeld is meneer Chinmoti met zijn staf aanwezig. Dat hoofd moet nu ervoor zorgen dat wat we hebben verdeeld wordt. Noor Mohamed benadrukt dat de machines van Openbare Werken voor heel Suriname en niet alleen voor Paramaribo zijn en zullen als zodanig ook ingezet worden.